Suriname is het groenste land ter wereld en kan in dat opzicht haar economie transformeren met groene groei. Dat kan echter alleen als we weten wat de waarde van die economie is. Dit zei John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname, gisteren tijdens een discussieavond georganiseerd door de Vereniging van Economisten in Suriname, VES. Het thema was Green Economic Growth. Goedschalk zei verder dat Suriname onder andere de natuur als sterke hulpbron heeft. Deze wordt gezien als natuurlijk kapitaal. Het voorziet voornamelijk in ecosysteem en culturele diensten. Wij hebben als Suriname dus de natuur nodig, omdat wij ook het meeste groen hebben in de wereld, zei Goedschalk. En wanneer je de natuur als basis neemt, en je neemt mee dat wij nog steeds het groenste land ter wereld zijn en zoveel ervan hebben, dat betekent dus dat wij onze economie kunnen transformeren met groene groei. Maar om dat te doen, moeten we eerst goed begrijpen, wat is nou die waarde van de economie? Wat vertegenwoordigt het nou echt? Vervolgens moeten we keuzes maken, want je kan niet alles doen. Want je moet keuzes maken binnen die natuur, dit zijn de zaken die ik ga ontwikkelen. En dan moet je investeren. Dat is elke andere sector. Dat is elke andere industrie, wanneer je gaat moeten investeren. Met als voordeel, als je hierin investeert, investeer je ook in een mooie toekomst voor de kinderen. Ook voor jezelf overigens, want het kan erg lucratief zijn. Maar green growth zegt dus, het gaat niet alleen maar gaat om het beschermen van je kapitaal, van je natuurlijk kapitaal. Maar het betekent dat je actief manieren zoekt om dat te laten renderen. Ook financieel, sociaal, cultureel. Dus dat je rendement gaat zoeken uit die natuur. Op een duurzame manier. Op een manier die ecologisch duurzaam is. Volgens Goedschalk is er een groene groeiconcept uitgewerkt. Daarbij is er gekeken naar de natuur en de wetenschap en er is besloten om 4 toekomstige sectoren of industrieën te kiezen. Deze moeten voldoen aan een stuk duurzaamheid en ecologische integriteit of het houden aan de regels van de natuur. Maar ook sectoren die geld in het laadje kunnen brengen voor Suriname horen er ook bij, zegt Goedschalk. En dat zijn geworden waterexport, Red Plus, dus oftewel bosbehoud voor klimaatverandering, natuurtoerisme, en non-timber forest products, wat wij hier noemen bosbeeproducten. En dat zijn die 4 boompjes daar. En toen hebben we gezegd, nou, wat wij kunnen doen is wij kunnen awareness creëren. Dus een CIM, dat ben ik dus. Awareness aan het creëren met jullie. En de overheid moet green policies maken. Maar als we niet zorgen voor Suriname, als we niet ervoor zorgen dat onze biodiversiteit intact is, als we de wetenschap niet correct toepassen, als we niet ervoor zorgen dat we behouden wat we hebben, als we niet ervoor zorgen dat we met de inheemse en Marron-gemeenschap op een respectvolle manier omgaan, dan zal het niet werken. Maar dat is onze basis. En die basis moet je goed hebben. Dus nogmaals, respect voor de inheemse Marron-gemeenschappen, natuurbehoud, biodiversiteit en een sterke basis van wetenschap. Dat zijn de componenten die je in place moet hebben, waar je deze 4 nieuwe sectoren op kan planten. John Goedschalk, directeur van CY Suriname. Hij sprak gisteravond tijdens een discussieavond georganiseerd door de Vereniging van Economisten in Suriname, de VES. De presentatie is gehouden in de Buitensociëteit, het park.